Motie beantwoording technische vraag naar aanleiding van de startnotitie Klimaatneutraal 2040. Argumenten die ik een aantal keer heb gehoord om het antwoord niet te hoeven geven is dat de vraag te technisch of te wetenschappelijk is. De vraag gaat over een wetenschappelijk rapport dat gebruikt wordt als aanleiding van de startnotitie. Het lijkt me dus heel logisch dat mijn vraag wetenschappelijk van aard is. En als één kleine verdiepingsvraag al te ver gaat, dan vraag ik via u, voorzitter, aan mijn collega's van de Raad, wat zijn we dan aan het doen? En een ander argument om mijn verzoek niet te steunen was, we willen zelf die vraag niet stellen en zijn niet geïnteresseerd in het antwoord. Wanneer we het wel of niet beantwoorden van vragen laten afhangen van de behoefte van een andere fractie om de vraag te stellen, dan zou dat voldoende reden zijn om deze hele show te stoppen. Dank u zeer. Dan ga ik naar de heer Groenewegen, Partij voor de Dieren. Ja, dank u wel. Forum voor Democratie heeft de motie ingediend over de beantwoording van een van hun technische vragen. En die vraag ging over de kwantumfysische achtergrond van klimaatverandering. Kwantumfysische achtergrond, dat moest ik wel even googlen. Dat is de natuurkunde die zich bezighoudt met het allerkleinste niveau. Atomen en alles wat nog kleiner is en hun interacties. Bij interruptie, mevrouw Pichel. Voorzitter, de heer Groenewegen vergist zich in de vraag. Dus als hij de vraag wil citeren, wil ik hem vragen om de juiste vraag te citeren. Kan mevrouw Pichel dan misschien in een tweede interruptie de juiste vraag duiden? Dat zou zeker kunnen. Of misschien in de derde interruptie dan. Ik zal... We steunen hem niet. Dan ga ik naar Gewoondorts. Mevrouw Groene. Ja, dank voorzitter. Voorzitter, ik beperk me tot de moties die zijn ingediend. De motie van Forum over het antwoord krijgen op een vraag. Die zullen wij steunen. En niet omdat we er iets van snappen, want we snappen er op zijn... Nou ja, ik zal niet zeggen zoals ik het denk. Maar we snappen er eigenlijk helemaal niks van wat mevrouw Pichel wil. Maar mevrouw Pichel is een raadslid en een raadslid heeft gewoon basisrecht om een vraag te stellen en daar een antwoord op te krijgen. Dat kan je te ver vinden gaan als in een wetenschappelijke context. Maar in een stuk wordt gerefereerd aan een bijlage wat een wetenschappelijk rapport is. En dan moet je die er niet bij doen. Dus als je dat erbij doet, als dat de informatie is die je erbij doet en daar ze vragen over, dan hoor je die gewoon als wethouder / organisatie te beantwoorden. Dus vandaar dat wij die zullen steunen. Gaan we stemmen op motie M1, voor is plus, tegen is min. De motie is verworpen, 24 stemmen tegen, 12 stemmen voor. Voor de fracties Beter voor Dordt, Denk, Forum voor Democratie, Gewoon Dordt, Op ons Eiland, Van der Spoel en VSP en de overige fracties tegen.